hou nou eens op met dat gelul en maak eens goede content. Ja, precies, ja. Zorg ervoor dat... En het is natuurlijk idioot dat dat soort contentstrategen moeten bestaan. Ik was van de week was ik op een meeting waarbij het ging over, over een nieuwe site. Uh-huh. Het werd de hele tijd, of een paar keer, werd SEO genoemd. Oh, SEO. SEO is heel belangrijk. Het is ja, heel belangrijk. Ik heb thuis alles van SEO. En dus zoekmachine optimalisatie is heel belangrijk. Ja. Dat werd heel veel genoemd. Het ging over implementatie van een nieuw CMS. En over hoe die site moest werken. En dus de zoekmachines waren genoemd. De mensen die met het CMS moeten werken waren genoemd. Ja. De mensen die het CMS moeten bouwen waren genoemd. En die het moeten onderhouden waren genoemd. En nou, zoekmachines werden nog eens een keertje genoemd. Maar wat niet werd genoemd, waren de mensen die site moeten gebruiken. Daar heb ik me zo enorm over verbaasd. Ik neem aan dat je dat hebt gezegd. Zeg uiteraard. Maar, zeg maar we maken het toch voor mensen. Voor mensen. Ja. Ja, en dat je daar specialisten vraag, voor nodig hebt om dat te zeggen. Dat is toch bizar. Ja, ik zie mezelf ook als contentstratege. En wat ik meestal doe is dan, zo, we nemen dat soort van als waarheid. Van ja, oké, jij wilt dingen met SEO doen, prima. Je wilt dat je teksten beter vindbaar zijn, dat is ook goed. Maar laten we eens kijken hoe we jouw proces van het maken van content zo kunnen maken dat jij makkelijk toffe dingen kan maken voor jouw klanten. Oké, voor het maken, oké. Makkelijk, maar uiteraard. En dat is namelijk heel moeilijk. Uiteindelijk het doel is, het gaat niet over het makkelijk maken van content. Tuurlijk is het prettig als het zo makkelijk mogelijk gaat. Daar ben ik altijd zelf aan op zoek. Maar het gaat er vooral om dat die content gewoon hartstikke goed is. Als je daar wat extra stappen voor moet nemen, omdat, nou ja, whatever, het goede systeem €100.000 per maand duurder is, lijkt me dan is prima dat misschien wel reden om die extra stappen elke keer te moeten nemen. Ja, of gewoon dat je een dag lang bezig bent om een goed artikel te schrijven. Ja, dat duurt nu eenmaal tijd. Ja. Ik bedoel, zo'n systeem gaat je daar niet bij helpen. Dat moet je zelf doen. Dus ik vond die focus op zoekmachines, dat blij. Ik dacht dat we daar inmiddels vanaf waren. Ja, ook op een gegeven moment kwam er een vraag ook over, komt er een nieuwe site, nieuwe URL, of nou ja, in elk geval dezelfde URL uiteindelijk. Maar toen was het van, nou, kunnen we misschien die de URL's hetzelfde houden van de oude content en de nieuwe, want dat scheelt tijd. En toen dacht ik, ja, weet je, prima. Als die URL-structuur nog overeenkomt met de nieuwe site. Kijk, URL's, dat is een onderdeel van die hele site. Ja. Dus URL's maak je ook niet voor machines. URL's maak je ook voor mensen. Ja, zodat ze leesbaar zijn. Zodat ze leesbaar zijn, zodat ze zien waar ze zijn. Ja. Weet je, dan heb je ook geen breadcrumb nodig als je het goed doet. Het is een bevestiging eigenlijk, hè? Ja. Dus, ik was... Het was overigens een erg leuke meeting, erg goede meeting ook. Er zaten hele goede mensen met hele goede ideeën. Maar er waren er vooral die aandacht voor robots, die vond ik echt opvallend. Ja, en ze stappen eigenlijk ook. Ze nemen een soort van aan van, oké, nou dan hebben we dus content. En dan, hoe zorg je ervoor dat die content ge-SEO'd is? Ja. En dan denk ik van, backwards. Je moet eerst goed verhaal schrijven. Daar moet 100% focus zijn. En dat het vindbaar is door Google, dat is een hygiënefactor. Dat moet bijzaken. Dat het moet is ook helemaal niet meer zo belangrijk. Ja, het moet in orde zijn. Het is een van de vele dingen waar je rekening mee moet houden. Dat het font leesbaar is. Ja. Of zo. Of, Maar ja, het is bijvoorbeeld... Je hoort het ook wel van meerdere mensen. Maar ja, weet je, die hele... Via zoekmachines komen er helemaal niet... Ja, er komen nog steeds een aardig wat mensen. Maar het aantal mensen wat via een... via social media komt, is vele malen groter als je content tof is. Kijk, ja, als je content niet tof is, dan niet. Maar als je gewoon iets hebt wat mensen willen delen, dan is dat veel interessanter dan wachten tot mensen het via Google gaan vinden. Ja. Ja, dat is trouwens wel iets wat mij nu opvalt. Hè? Want heel veel bedrijven die zeggen van, ja, het moet wel allemaal deelbaar zijn. Maar dan kijk